Universiteit van Nederland. Per jaar krijgen 14.000 mensen in Nederland de diagnose longkanker. Vijf jaar na diagnose is 80% van deze mensen overleden. Dit maakt longkanker een van de meest dodelijke vormen van kanker die er bestaat. Maar er is een onderzoek van slechts een paar minuten dat ervoor zou kunnen zorgen dat veel minder mensen aan deze ziekte overlijden. Door de vroege opsporing van de kanker door een CT-scan? En natuurlijk, door het behandeling hebben we een reductie van 24% gevonden in mannen. En zelfs meer dan 30% minder longkankersterftes in vrouwen. Allemaal door de scan, zou je zeggen. Maar zo werkt het niet. Nou ja, dat is eigenlijk onnodig, omdat veel mensen gewoon een te laag risico hebben. En dat zou ook veel te duur zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat een screening naar longkanker op een effectieve en ook Kosteneffectieve manier zou kunnen bijdragen aan het voorkomen van sterfte aan longkanker. Dit is Kevin Ten Haaf van het Erasmus MC. Hij onderzoekt hoe je gericht kunt screenen. Zo hoeft niet iedereen door een scan, maar krijg je het sterftecijfer van longkanker toch behoorlijk omlaag. Hij is van huis uit econometrist, een echte data-expert. Eerst zette hij die expertise in voor het verkopen van producten, maar nu gebruikt hij zijn kennis om mensen beter te maken. Kevin kreeg voor zijn onderzoek een Heineken Science Award. Hoe belandt een econometrist in de wereld van longkankerscreening? Eigenlijk via een omweg. Dus ik ben afgestudeerd in de kwantitatieve marketing. Dus eigenlijk nou, zo goed mogelijk voorspellen waarom bijvoorbeeld mensen bepaalde producten kopen of hoe je het beste iets zou kunnen aanbieden. En via mijn studie ben ik toen ook bij verschillende methoden aangekomen die ook veel in de medische hoek gebruikt worden. En en toen kwam ik erachter dat ik dat eigenlijk veel leuker vond. En toen ik een positie zag die keek naar hoe we longkanker vroeg konden opsporen. Dat sprak mij heel erg aan, omdat mijn opa helaas is overleden aan longkanker. De grootste boosdoeners in Nederland, waar de meeste mensen longkanker van krijgen. zijn luchtvervuiling. je kan een erfelijke aandoening hebben, straling. en sigaretten. Het is voornamelijk een. Rokersiekte. Dat neemt niet weg dat er ook nog andere risicofactoren zijn voor longkanker. Maar verreweg, de meeste longkankers komen wel door rookdag. Gelukkig roken veel minder mensen dan, laten we zeggen, 10, 15, 20 jaar geleden. En ook vooral jongeren beginnen steeds minder vaak met roken, wat natuurlijk positief is. De negatieve kant is helaas: longkanker steeds meer bij vrouwen voorkomt. Als we kijken naar ja, het Aantal longkankersterftes in Nederland, dan gaan er tegenwoordig meer vrouwen dood aan longkanker dan aan borstkanker. In het verleden was longkanker misschien wel typisch een mannenziekte. Maar vrouwen zijn in die zin ja, meer als mannen gaan roken. En daardoor zijn ze ook meer als mannen longkanker gaan krijgen. Stoppen met roken dan, hè? Toch? Roken is zo'n stringetje boven je broek. Roken kan echt niet meer! Laten we vooropstellen dat stoppen met roken altijd goed voor je is, uh, niet alleen om je kans op longkanker te verkleinen, maar ook op hart en vaatziekten en COPD en een heleboel andere ziektes. Maar wat we zien is in onze hoogrisicopopulaties die we nu bijvoorbeeld voor onze uh, proefbevolkingsonderzoek uh, uitnodigen, is dat de helft van ons doelgroep al gestopt is. En stel iedereen zou per direct stoppen met roken in Nederland, nou. Fantastisch, maar dan hebben we de komende 20 tot 30 jaar nog steeds een heleboel longkankergevallen. En dus heel veel longkankersterfgevallen. En volgens Kevin zijn onderzoek kunnen die sterftecijfers dus omlaag door preventief te screenen. En dat begint bij een brief die toegestuurd wordt, zoals bijvoorbeeld een uitnodiging voor een uitstrijdje na je 30ste of vanaf je 55ste voor darmkankeronderzoek. Alleen in dit geval krijg je niet meteen een uitnodiging, maar begint het bij een vragenlijst om wat meer uitleg te krijgen over uw risico. En in dit geval komt het dan uit: oké, okay, u heeft een hoog genoeg risico dat wij denken dat de voordelen opwegen tegen de eventuele nadelen van screening. En die nadelen van screening komen door hoe er gescreend wordt. Dit gebeurt met een CT-scan, een röntgeapparaat dat foto's van de binnenkant van je lichaam maakt. Maar het is niet handig om iedereen in die scan te leggen. Dat zou sowieso zo, zo een grote druk op de zorg leveren. Maar als we kijken naar de persoon zelf, dan geven ze ook een scan die straling heeft. En dan zouden we een heleboel mensen ja, eigenlijk aan kleine hoeveelheden straling blootstellen. In onze afwegingen zien we eigenlijk dat de hoeveelheid straling niet opweegt tegen de ja, potentiële levens die we daarin kunnen redden. Maar als uit die vragenlijst nou blijkt dat je wel een hogere kans hebt op longkanker. Dan wordt er een CT-scan ingepland. En die scan duurt eigenlijk niet zo lang. Binnen een nou, als alles goed gaat, bent u binnen een minuut of tien weer buiten. Vervolgens wordt de uh, scan geëvalueerd. Nou, stel, daar komt iets uit waarvoor naar gekeken moet worden. Nou, dat is misschien 10 of 15 op de 100 mensen. Nou, dat is In eerste instantie hoeft dat nog geen kanker te zijn. Dan zijn er namelijk vlekjes in de longen van een bepaalde grootte. Maar die vlekjes kunnen van alles zijn. Dat kan uh, kiestes zijn, dat kan een, uh, een littekentje zijn. Of misschien een bacteriële infectie. Er hoeft helemaal niks te zijn. Dus wat we dan doen, is dat we vragen van Goh. Zou u nog een keer kunnen terugkomen voor een scan? Om te kijken of dat, dat vlekje groeit. En in de meeste gevallen, dan een paar maanden later, twee, drie maanden later, krijgt u nog een scan. En bij verreweg de meeste van de mensen. Ja, is het vlekje eigenlijk gelijk gebleven of misschien zelfs weggetrokken? En uiteindelijk bij twee of drie van de honderd mensen die we uiteindelijk hebben geschiend, daar vinden we longkanker. En die worden vervolgens behandeld. Het draait eigenlijk om het vinden van de juiste balans. Hoe kunnen er zoveel mogelijk mensen met longkanker opgespoord en genezen worden, met zo min mogelijk nadelen voor de zorg? Het is een kwestie van kosten en baten. En dat is precies waar econometristen goed in zijn. Kevin, zet zijn kennis van cijfers en balansen in in de gezondheidszorg. Een van de onderzoeken die we bijvoorbeeld hebben gedaan, is alle mensen in een bepaalde leeftijdsgroep een vragenlijst sturen om te kijken van: goh, kunt u wat gegevens over uw gezondheid invullen? Maar dat betekent wel dat we uh, ja, honderdduizenden mensen moeten aanschrijven. En je denkt een postzegel is een euro. Maar als je een paar honderdduizend mensen een brief moet sturen aan ah, een postzegel, dan, dan loopt dat toch wel aardig in de papieren. In een onderzoek wat, we, uh, wat ik heb gedaan met collega's in Engeland, is dat we bijvoorbeeld hebben gekeken van: goh, kunnen we elektronische patiëntendossiers gebruiken om daar een eerste inschatting van iemands risico van te maken? Nou, die gegevens liggen er toch al. En kunnen we dan bijvoorbeeld gericht iemand aanschrijven om ja, verder naar hun risico te vragen? En dan kunnen we eventueel ja, misschien zelfs maar 20% van die groepen aanschrijven. En daarmee een hoop ongemak bij een heleboel mensen uh, besparen. Een gerichte longkankerscreening. In Amerika bijvoorbeeld doen ze dat al een jaar of tien. Maar in Nederland is het nog niet zo ver. Hier en in andere landen, zoals Canada, Australië en Engeland wordt onderzocht of en hoe zo'n screening kan worden ingezet. Ik ben ook betrokken geweest bij verschillende van die studies om het, ja, te kijken van, goh, wat zou er nodig zijn om het in te voeren? En is wat er nodig is, is dat het ook waard om het daadwerkelijk te gaan invoeren. En in principe zeggen we van oké, okay, wat vinden we het waard dat een gezond levensjaar kost? Stel bijvoorbeeld, nou, je kan bijvoorbeeld behandelingen hebben, daardoor leeft een persoon een jaar langer. Maar stel de behandeling heeft heel veel nare bijeffecten, dan is de kwaliteit van leven in dat jaar is niet perfect. Dus dan corrigeren we dat levensjaar voor de kwaliteit van leven in dat jaar. Verschillende landen hebben hun eigen, ja eigenlijk grenswaarde voor wat zij acceptabel vinden om te betalen voor een gezond levensjaar. En wij gaan dan kijken: van oké, okay, stel dat we een skinnisprogramma invoeren op een bepaalde manier. Hoeveel gezonde levensjaren zou dat opleveren? Hoeveel zou dat kosten? En ja, is dat eigenlijk acceptabel gegeven wat beleidsmakers in een land ja, daarvoor willen betalen? En wat we eigenlijk continu zien is als je gericht mensen uitnodigt met een hoog risico... dan kan je met een redelijk kleine groep uitnodigen... kan je een heleboel sterftes voorkomen... en ook nog op een kosteneffectieve manier, zoals we dat noemen. Maar als we weten dat screening het sterftecijfer omlaag brengt... waarom starten we dan niet gewoon meteen? In Nederland gaat de Gezondheidsraad over het advies geven... over het wel of niet invoeren van screeningsprogramma's. In Nederland hebben we namelijk de wet op het bevolkingsonderzoek... Um, alle screeningsonderzoeken, vooral die naar kanker, die moeten namelijk op een hoogwaardig kwalitatieve manier worden ingevoerd. Nou, als je dat vergelijkt met sommige andere landen, dan zie je echt wel het verschil in kwaliteit. In, in Nederland hebben we echt hele hoge kwaliteit bevolkingsonderzoeken, bijvoorbeeld naar borstkanker en uh, darmkanker. Momenteel is de gezondheidsraad aan het kijken of dat zij de voor- en nadelen van longkankerscreening in Nederland ook acceptabel vinden en of zij het, uh, ja denken dat het de moeite waard is om in te voeren en dat advies uh, wordt momenteel afgewacht. Als ik kijk naar studies die we voor andere landen hebben gedaan en als we kijken naar eerste gegevens die we voor Nederland hebben uitgezocht, dan denk ik dat het een meer nut heeft dan nadelen. We wachten het af. Dank je Kevin. En natuurlijk jij bedankt voor het luisteren. Nog niet uitgeluisterd. Er staan nog 656 afleveringen op dit kanaal voor je klaar. Tot de volgende!